Yo, welkom bij Stoffelvlogs. Zoals je kan horen ben ik erg verkouden. Dus veel gesnotter en veel loopneus. Vaak een loopneus. Maar het leven gaat door. YouTube gaat ook door. Dus ik moet video's blijven maken. Want anders gaan mensen misschien deabonneren. Dus ja, dat gaat gewoon door. Dit is even een shopblog. Ik heb namelijk nieuwe schoenen gekregen van mijn vader. Dat zijn deze. Die waren niet zo heel duur. Maar deze zijn heel goed voor de winter. Want normaal heb ik altijd sneakers, maar die zijn niet zo heel goed geschikt voor de winter. Dus deze. En dat was mijn batterij, die is bijna leeg. Maar ik heb dus deze. Dat zijn best wel goede. Ze hebben tegenwoordig alleen nooit maat 40 meer, bijna nergens hebben ze maat 40 of maat 39. Ik heb een beetje rot. Stamina mode geactiveerd. Ik zit er namelijk tussenin. Ik heb 49,5. Dus dan moet ik heel vaak 40 nemen. Maar dat is niet zo heel veel een probleem. Dan kan ik altijd een soltje erin. Ik zal ze even aandoen. Dit is trouwens maat 40. Want maat 39 hadden ze niet. Ja, heel af en toe hebben ze het wel. Bijna niet. Dan zie je bijna nergens meer maat 9, maat 9. Dus dat is op zich niet zo'n ramp. Bij deze schoenen voel je bijna niet dat ze een mate groter zijn. Dus dat is wel lekker. Je moet ze alleen niet te strak doen. Anders gaan ze te veel knellen om je hiel. Dan kunnen je aderen dicht, hoe heet dat? Is niet goed voor je. Ja, dan kan je niet goed ademen of zoiets. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Het zit ook niet echt heel lekker. Ja, maar voor de rest zijn het best wel goede schoenen hoor. Ze zijn niet heel slecht. Nou, het is best super. Het is trouwens wel een heel goed merk. Het is van Timberland. Niet Justin Timberlake, maar een Timberland. Dus dat is wel een fucking goed merk. Ik heb ze gekocht in Amsterdam met mijn vader. Ik had echt nieuwe schoenen nodig, want die oude waren echt helemaal versleten. Zo ziet ze er dus uit. Ja, ik weet niet of je het kan zien. Zo. Ja, je ziet het niet. Oh, hier. Kijk. Zo zie je deze kant en deze kant.
met heel mooie van die dingetjes op. Hier is hij een beetje zwart. En ze zitten ook wel heel lekker. Ze lopen ook goed. Ja, ze lopen ook best wel goed. Je merkt niet dat ze maat groter zijn, wat ik net al zei. Dus ja, goede aankoop. Het is een winkel wat ik wel echt moet onthouden. Als ik weer nieuwe schoenen nodig heb, dan ga ik echt daar even heen. Ik zal die oude ook even laten zien, die oude schoenen, die waren echt helemaal versleten. Die waren ook bijna kapot. Ik heb ze namelijk bij deze winkel gekocht. Het heet The Boots Footwear en dat zit in de Nieuwe Dijk in Amsterdam, 172. Dus ja, het is een hele goede winkel. Overigens in de Leidse straat, daar heb je ook hele goede winkels. Een beetje aan de dure kant. Maar dat valt ook weer mee. Net als de PC Hoofdstraat. Mensen zeggen dat de PC Hoofdstraat is fucking duur. Maar dat valt ook op zich wel mee. Ligt er natuurlijk aan wat je koopt, hè. De meeste dingen zijn natuurlijk heel duur. Maar sommige dingen kun je wel. Sommige dingen zijn ook niet zo duur, hoor. Ik was een keer met Marcel, dat is een maatje van mij, in de PC Hoofdstraat. Ging ik een winkel in. De laatste schoenen, die waren helemaal niet zo duur. Met 30 euro of zo. Nou, dit zijn die oude. Dit zijn die oude. Kijk, helemaal versleten hier. Dit is een beetje heel erg aan het roesten. Je kan het zo poetsen elke keer, maar ja, het komt elke keer terug. Ze zijn ook een beetje slap en zo. De waren ze wel, maar ja. Nou, ik gebruik ze nog wel voor reserve. Kan wel tijd nog wel. Dus, ja. Nou, deze is ook helemaal versleten. Deze is ook helemaal bijna kapot. Dus ja. Nou, echt een goede aankoop. We zijn daarna nog even naar de HEMA gegaan. Ik had een lasagne en een koffie, een cappuccino. En hij had ook een cappuccino en een sausijzen broodje. Ik was niet naar zijn huis gegaan, want ik was toch al best wel moe. Dus was ik gelijk naar huis gegaan. Naar mijn eigen huis. Dus ja, geslaagd dus. Nou, pa, bedankt. Bedankt, pa. Ik ga altijd, als ik iets nodig heb, dan ga ik altijd met mijn vader shoppen. Dan vraagt hij, oh, heb je nog iets nodig? Ja, en dan gaan we shoppen. Dus pa, bedankt. En dan checkt u, wat is gegroet? Schoen genoten. Gegroet. Lieve schoenen.